Welkom terug bij Secret of the Pendulum met Jane Genie. We gaan verder waar we gebleven waren. En we zijn aangekomen bij het museum waar ik de vorige keer gestopt ben. Ik heb het hele zootje eens even aangekeken op de YouTube. En ik had gewoon behoorlijk wat views in de buurt van de 50. Ik denk allemaal nieuwsgierige mensen die even kort hebben gekeken. En op dit moment 1 like. En ik dacht, ja, 1 like is toch 1 persoon blijkbaar die het leuk heeft gevonden. Dus ik gooi er nog een episode tegenaan. Vooral omdat ik vind dat 1 persoon die het leuk vindt, vind ik net zo belangrijk als 100 personen. Maar goed, we gaan even verder. De doors are locked. We kunnen niet naar binnen. Nou, gaan we eens even kijken of we met die vent kunnen praten. De security guard. Good evening, miss. Wat kan ik met je voor je doen? Nou, ik ben hier om mijn zuster te ontmoeten. En zij is hier curator. Is dat waar? Ja, dat is waar. Vind je het erg als ik binnen voor de wacht? Het wordt behoorlijk donker. Nee, mevrouw. Sorry, maar het museum is dicht. Niemand komt er na kleuterschooltijd in. Ik denk niet. Heb je misschien iets te eten bij je? Ik heb zo'n honger. Yo, Klaus. Wat bedoel je, Klaus? Oh, yes, tuurlijk. Nou, misschien als we iets voor hem te eten kunnen vinden, dan kom ik er misschien in. Dus, nou. Maar het ziet er inderdaad naar uit dat we iets anders moeten vinden. Nou, we hebben net gezien dat er hier dus nog iets was, want het beeld ging deze kant op. Nou, dit gaat dus niet gebeuren. Dus we gaan hier eens even kijken. We kunnen zelfs nog verder met een pijltje. We gaan eerst hier even kijken. Ja, het is behoorlijk donker hier. Ik moet even wat licht op de situatie schijnen. Wat is dit dan? Waarom ligt het hier? Kan ik dat pakken? Nee, ik kan dat niet pakken. Even zien hoor. De wiring is all frayed and broken. Het is helemaal in de war en gebroken. En ik heb enkele nieuwe dingen nodig. Nou, hier zie je dus de dingen die ik nodig heb. Dat is dus een broodje, 3 wires en waarschijnlijk een electrical breaker. Oké. Nou, 1 wire hadden we al gevonden. Dat is mooi. Even kijken. Nou, dat gaat dan niet. Dus gaan we even terug. Kijken of we ergens anders iets kunnen vinden. Het eerste wat ik zie is dit. Dat lijkt verdacht veel op. Ga eens even verder. Oh, nou, ik dacht echt. Ja, ik heb hem inderdaad nodig. Goed. The greeting hicks. I'm humbled to be in your present. The flagrant. Excuse me. The order is at your service, goddess. Goddess? What are you talking about? Waar heb je het over, man? Nou? Hij zegt niks meer. Oké, he's not responding. Nee, hij zegt niks meer. Hier is een vraagteken. Something serious must have happened. Iets ergs moet zijn gebeurd. Want het is gesloten. Kan er niet in komen. Gaan we verder kijken. Ah, hier is iets. Hier is een muntje of zo. Ja, een subway token. Kan er niet bij. Oké. Is hier nog iets misschien? Hier doet hij verder niks. Oké, gaan we die kant op. We komen in een prachtig park terecht. Hier zie ik in ieder geval een wire. Dat scheelt alweer een heel stuk. Hier kan ik even kijken. Hier is iets bijzonders aan de hand. Wat een pretty fountain. Ja, kunnen we dus nog helemaal niks mee. Daar loopt een dame. Verder kunnen we helemaal niks. Dus we gaan terug. Hier is volgens mij niks meer. Dat is hetzelfde. Ik bedoel, zo'n veld dat is behoorlijk groot. Dus als ik ook al klik ik hier en dan krijg ik nog dit bericht. Dus dat schiet niet op. En ik zie gelijk al iets afwijkends met mijn getrainde oog. Want hier lopen de draden en hier loopt iets apart. Dus ja, dat is hem. Dus ik heb ze alle 3. Dat betekent dat ik het kan maken. Nou, gaan we het er maar eens ingooien. Hè? Zo, die gooi ik eerst daar maar eens in. Ja, dat scheelt. Als ik dit nu doe,
Dan doet hij niks. Nee, want ik moet echt die draad erin gooien. Nou, we hebben rood, wit, blauw. We beginnen met wit. We gaan de draad volgen. Het is net als vroeger als een kinderspelletje. Dus die zetten we daarop. Gaan we hier de witte volgen. We hopen dat dat voldoende is om dat te doen. Het is vrij lastig om te zien, maar dit is hem dus. Ja. Gaan we naar rood. Die is kort, dat is mooi. Die please. Ja, en dan gaan we die volgen. Dat is daar. Ja. Beide lampjes flikkeren op, dus dat is mooi. Oké. Die moet dus daar. En de blauwe die moet daar. Was dit hem? Ja, hij doet het. Goed, nou kunnen we kijken of we hem nu overhalen. Ja, hij doet het. Nou, kan ik eindelijk wat zien. Even kijken. Ja, ja, het licht brandt. Het licht brandt. Zoekspelletje. Even in de trash kijken. Oké, nou gaan we kijken wat we nodig hebben. Playing card is het eerste dat ik zie. Ja, cherry soccerball, necklace, spade. Hier zie ik iets. Het spade is meestal een schoppen. Voor het geval dat je het niet nodig had. Coat hanger, banana. Geen idee waar de sok is. Is dit de sok? Ja, dat is de sok. Soms de ladybug. Een maan. Waar moeten we hier dan een maan vinden? Is dat een maan? Nee, dat is geen maan. Waar vind je hier dan een maan? Nou ja, goed. We gaan verder. Cherry zie ik. Een glove. Dit is de glove. Walkie talkie. Walkie talkie. Walkie talkie. Nou. Het is niet altijd even duidelijk, maar dat zal hem zijn. Lijkt ook gewoon op een telefoon. Dus dat schiet ook niet op. Een necklace, dat zou ook dit kunnen zijn. Ja, dat is het ook. Sokkenbal. Dus dat hele ding is een geheel, dus het was dubbel. Dus ja, dan had ik het eigenlijk andersom moeten doen om te kijken of dan de spade bleef hangen. En nu nog de maan. Waar is de maan? Zou het een volle maan zijn? Zou het een halve maan zijn? Zou het gewoon een plaatje zijn? Kan dus gewoon echt van alles zijn. Dit is volgens mij een mooi iets van ding, bowlingbal. Dus dat zal het niet zijn. Dat zal het niet zijn. Nou, dat is dan leuk. Ik heb altijd wel één of twee dingen die ik niet kan vinden. Dit is zo'n kerel die walkt op de maan. Ik zeg expres walkt en niet lopen. Want ik vind het meer walken, zwalken dan lopen. Dat zal hem ook niet zijn. En eerlijk gezegd, ik heb geen flauw idee, want ik zie hem zo snel niet. En omdat ik niet te lang eigenlijk wil zoeken, ja, ik kan wel een paar items opnoemen voor als je het wil spelen. En je krijgt totaal andere items. Ja, dat is allemaal wel handig. Dit is dus gewoon een riem en dergelijke. Dit is een soort telescoop, lijkt het wel. Walking stick, schoenen, kitten, dog. Het kan echt van alles en nog wat kan het zijn wat je zoekt. Want het is niet gezegd dat jij dezelfde items moet zoeken als ik. Dus maar omdat ik een beetje door wil gaan. Hier is de maan op de bed. Ja, heb ik niet gezien. Zo'n klein plaatje. Die zie je makkelijk over het hoofd. Maar goed. In het geval van dit gaan we maar even verder. Nou, hier is dus ook weer zo'n light. Ja. Strange ball of energy. Oké, komt ie. Nu gaan we even naar overdag. Nou, we zijn hier nu overdag. Even kijken. Ja, hier is iets. De ladder is te hoog. Nou, meestal is er dan wel iets in de buurt. En dat blijkt dan ook. Ja, dat werkt. Kunnen we kijken. Oh, we gaan naar beneden. Dus. Sommige dingen zijn best wel grappig. Even kijken hoor, maar waarom zijn we hier? Hier, de umbrella is ripped. Oh, er zit een scheur in. En ik heb iets nodig om het te repareren. En ik krijg gelijk een nieuwe opdracht erbij, een lab. Ik heb nog steeds dat ding nodig. Nou ja, die is er natuurlijk 's nachts niet. Dus we gaan eerst maar even kijken. En oeh, is dat niet erg convenient? Hey, wat doe jij hier? Wat denk je dat ik hier doe? Ja,
hotdogs verkopen misschien. Ja, wat een goed idee. Ja, het verkoopt aardig goed, want die guard is nogal een snoepert. En, nou, ik heb er eentje nodig, dus hè. Tell you what. Nou goed, hij heeft last van de hitte en hij wil dus een ding hebben voor wat schaduw. Nou, is dat nou niet toevallig? Jee, wat is dat toevallig? We hebben er een gezien hier. Dus, nou, even kijken. Die kaart is hier weg. Kunnen we nu het museum in? Ja, maar we gaan eerst hier even kijken zo. Oh, nou hangt er in één keer canvas. Trouwens, er hangt hier van alles, hè. Exhibit, nou, dinosaur, museum. Jee. Yeah, cut it down. Need to cut it down first. Oké, nou, we gaan eerst maar eens even binnenkijken, want dat hebben we nog niet kunnen doen. Denk je van... Kijk dat op die mensen of is dat voor die winkel erachter? Het is voor die winkel erachter. Dus we hebben een nieuw zoekspelletje. Hot air balloon. Submarine. Eiffeltoren. Insole. Ik heb geen idee wat een insole is, maar dit is een X-ray. Hier hangt een satellite. Iguane. Wat is een iguane? Is dat een lizard? Is dat dat ding? Ja, dat is dat ding. Even kijken. We hebben natuurlijk alleen maar een mes nodig. Oh, daar. Is dat een mes? Ja, dat is een mes. Eigenlijk zouden we nu klaar moeten zijn. Ik zie hier een tank. Een shoehorn. Een schoenhorn. Nou, ik heb geen idee. Echt helemaal geen flauw idee. Wat hebben we nog meer nodig? Een honey dipper. Die heb ik gezien. Die zag ik daar. Een muis. Is er iets wat op een muis lijkt? Misschien? Iets? Wat op een muis lijkt? Een gewone muis? Of een computermuis? Ik heb echt geen idee. Dus, ik heb geen idee waar dat ding zich bevindt. Waar ik naar moet gaan zoeken. Dus ja. Maar wat is een insole? Hè? Dat is een lollipop, dus dat is het niet. Is dat... Oh, dat is een sole voor in een schoen dus, blijkbaar. Even kijken. Ik heb het idee dat de muis ergens vlakbij zit. Maar ik zie hem gewoon niet. Dat ding is het in ieder geval niet. Het is een wierookhouder. Even kijken. Even kijken. Waar is die muis? Ja, het kan zijn dat jullie, of jij, wie ook maar kijkt, het al lang gezien hebt. Of heeft. Ja. Ik zie hem dus niet. Ik weet dus ook niet waar ik naar moet zoeken. Ik weet wel dat... Het zal me niet verbazen als ik straks weer gewoon kan wachten. Hier in ieder geval een peperkoekmannetje. Dit is... Lijkt wel een tang. Maar het zal een notenkraker zijn. Hier is een Indiaan. Ja, molen. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ook ziet. Hè? Dit is die juffrouw die in New York staat. Kijken. Schedel, olifanten. Schoenhoorn. Zou dat zo'n ding zijn waarmee je in een schoen kan glijden? Ik heb echt geen idee. Wat dat is, weet ik ook niet. Er is een klok. Er is een hond. Oh, ik zie ze echt allebei niet. Het is echt heel stom. Oh, wacht even. Hier is de muis. Die heb ik gevonden. En nou, de laatste. Nou, dit doen we zo. Ik weet gewoon niet wat het is. Oh, ja, het is inderdaad zo'n ding in die avatar. Nou goed. Als ik het gewoon voor mezelf speel, dan doe ik het meestal zonder hinten. Ja. Ik ga eens even kijken of die juffrouw wat te vertellen heeft. Maar dan neem ik gewoon daar ook de tijd voor. Dus, nou goed, welkom. Zo wordt het ook. Ja, ik zoek mijn zuster. Oh, nou, ik wist niet dat ze een zuster had. La la la. Ze is heel... Nou goed, ik wilde graag zien. Kan niet. Ze is niet in.
Oh, ze zal er nog niet zijn. Maar ik wil wel voor haar wachten. Certainly, dear, except the opening day of Cronus is members only. Are you a member? Nee, ik ben geen lid. Pardon, wat is dat? Ik kan je niet naar binnen laten, behalve natuurlijk als je een pas hebt. Oh, ik heb geen pas. Kom ik nou weer aan de pas? Ah, goed. Als Lily komt, zal ik haar laten weten dat je langs bent gekomen. Oké, nou, hartstikke leuk. De receptionist wil me niet naar binnen laten. Ja, nou, hoe komen we aan een pas? Zakdoekjes voor huilende en snotterende klanten. Oké, nou. Ja, heel handig. Misschien dat die guard kan helpen. Goed. Nou, die guard is er nu niet, maar dit hebben we wel. Hier hadden we een mes voor nodig, dus dat gaan we even doen. Ja. Dus we hebben een lappie. En dat is hartstikke mooi. Want dat lappie kunnen we hier gebruiken. Lappie. Jee. Kan ik het al pakken? Nee. Ik moet het eerst vastmaken. En ik heb alleen maar wat plakband. Dus nu kan ik hem pakken. Kan ik terug? Die meneer. I'm burning up. Ja, ik zie het. Je stoomt erover. Maar dat komt wel door dat ding. Goed. Nou, je krijgt van mij een paraplu. Allemaal hartstikke leuk. Krijg ik de hotdog nou? Ja, je krijgt de hotdog nou. Goed zo. Ja, we zullen de boodschap overbrengen. En dan gaan we snel naar die guard. Maar dat kan niet, want het is overdag. Hij is er niet. Wat is dat weer lastig. We moeten naar de nacht. Yay. Ja, we moeten naar de nacht. En daar is de guard. Ja, ga hem eens even aanklikken. Hij heeft nog steeds hartstikke honger. Maar kijk eens wat wij voor jou hebben. Hé? Ja. Somebody stole my lunch. Ja, zou het waar zijn? Ah, geen probleem. Maar mag ik nu naar binnen? Nee, regels zijn regels. Dat kan niet. Oké, dan. Maar ik kan je wel wat geven. Dit. En we weten alleen maar dit. Dat het hierin zit. Dit dan. Want dit is nieuw. En ja. Ik moet overdag terugkomen van hem. Goed. Nou ja, goed. Dankjewel, kerel. Bedankt. Zo. En nou kunnen we gaan kijken wat hij ons gegeven heeft. En dat is Museum Pass. Yes. Right. We kunnen niet naar binnen. Nee. We moeten nou weer naar overdag. Ja. Yeah. Dus dat betekent nog een keer dat amulet. Het is vaak heel veel heen en weer gaan. Kijken waar je naartoe moet. Nou kunnen we naar binnen. We gaan naar binnen. Ja. Yeah. We gaan eerst naar die juffrouw. Sorry, maar ik heb een pas. Kijk eens, hier is je pas. Aha, en nou mag ik naar binnen. Weet je zeker dat je Lily niet hebt gezien? Ja, niet vandaag. Maar knowing her is ze helemaal niet eens weggegaan. She's checking the garage for her car. It's just through the door on your right. Oké, on your right. Nou, we kunnen naar binnen. Eindelijk. En we zien, eerst zien we de hal. Daar is de Great Exhibit. Dit jongetje. Kijk, een T-Rex. Ik had hem niet eens gezien. Hier is de T-Rex. Die meneer daar, kun je helemaal niks kijken. Mam, kun je verder helemaal niks mee. We kunnen hier even kijken. Hier is een exhibit van iets. Kijk, hier kunnen we naar kijken. Hier zit hij niet op, maar hier zit hij op. En dan gaan we hier kijken. Spartan body armor, we komen niet dichterbij. Kunnen we hier ook nog kijken? Cronus was depicted in many different forms, including a multi-headed serpent. Dus dat is gewoon een afbeelding hiervan. Kunnen we hier naar kijken? We kunnen in ieder geval op die mevrouw klikken. Anaka, ik weet niet wat dat is, maar dat doet er niet toe. En hier is ook nog iets. There is something in there that I can't be sure. Er zit dus iets in, het is te donker. Kunnen we het eruit vissen misschien? Nee. We zullen dus iets van een verlichting lamp of zaklamp, weet ik veel, wat nodig hebben. Maar goed, de door was to the right. En jawel, we kunnen hier gewoon naartoe. We kunnen naar de right. En dat gaan we in een eventuele dead aflevering doen. Mits er een like is. At least meerdere likes.
In ieder geval, jullie bedankt voor het kijken. Ik speel het graag. En heb je suggesties? Vertel het me. Heb je zelf ook een liefde naar Hidden Object Games? En heb je een leuk spel wat je zelf hebt gespeeld? Mag je het me vertellen? En want ik heb er al heel erg veel gespeeld. Dus ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Ben je een spel aan het spelen en je komt er niet uit? Heb je hulp nodig of wat dan ook? Dan kan ik gewoon kijken of ik misschien wat voor je kan doen. Dat ik hem kan gaan spelen. Grote kans dat ik er gewoon aan kan komen. Misschien heb ik hem zelfs al, want ik heb er echt heel erg veel. Dus ik kan altijd kijken of ik wat voor je kan doen. Dus in ieder geval, nogmaals, dankjewel voor het kijken. En eventueel tot een volgende. Dag!